Zoals jullie weten maak ik van heel veel verschillende dingen een spreadsheet, een beetje om richting de toekomst berekeningen te maken wat er mogelijk is, maar zeker ook om terug te kijken, nou wat heb ik ooit gedaan, welke beslissingen heb ik genomen, hoe ben ik ooit begonnen? Dit kan gaan over aandelen, eigen vermogen of bijvoorbeeld je hypotheek, extra afbetaling op je hypotheek. En juist daar gaan we het in deze video over hebben. Want ik heb daar al eerder een spreadsheet van gemaakt. Die is ook heel erg veel gedownload. Ik krijg ook heel veel reacties op via de e-mail bijvoorbeeld van bedankt voor de spreadsheet. Maar in mijn situatie kan ik hem net niet helemaal goed toepassen. En vandaar dat ik nu dus een update heb gedaan waarmee ik eigenlijk hoop... Ik zie eigenlijk volgens mij vier verbeterpunten in het niveau. Waarmee dus voor de meeste mensen en ik hoop eigenlijk voor iedereen de spreadsheet weer helemaal uh, toegankelijk is. Dat die helemaal toe kan passen op jouw situatie. En dat wil ik dus ook in deze video gaan behandelen. Dus laten we snel beginnen en overstappen naar de computer. Oké, okay, we zijn aangekomen op de computer. En voor degenen die het bestand nog niet hebben eerder hebben gedownload of aangevraagd, je kunt het tot op dit moment doen door naar de website te gaan: passiefinkomen.nl. En via het menus die hier download staan, als je daarop klikt, zie je dus de verschillende spreadsheets die ik heb gemaakt. Uh, dit kan over de waarde van je portfolio gaan: portefeuille of de, je eigen vermogen bijvoorbeeld doen. Of extra aflossen. En wanneer je hier op klikt, ga je naar een pagina. Je vult je voornaam en je e-mailadres in. Eventueel interesses waar je in hebt. Dan krijg je over die onderwerpen nog af en toe een e-mail een e van mij. Niet zo heel veel hoor. En zoals gezegd, je kunt ze ook heel makkelijk op elk moment voor uitschrijven. Maar dan weet ik waar je geïnteresseerd in bent en kan ik je ook daar e-mails over sturen. En natuurlijk krijg je dus ook het Excel-bestand. Um, ja, binnen een paar minuten nadat je hebt aangemeld, krijg je hem binnen. Mocht je al eerder zijn aangemeld, ben je dus al bekend bij mij. Dan heb je waarschijnlijk tegen de tijd dat je deze video kijkt al een e-mail ontvangen. Daar staat eigenlijk het nieuwe, nieuwe versie zit daarin en dan kun je eigenlijk uh, ja, gewoon meteen beginnen. In beide gevallen krijg je dus een link naar een uh, Google Sheet en die zien we hier staan. Dan krijg je dus dit document te zien. Dit is meteen de uitlegpagina. Hier staat eigenlijk dus een beetje ja, hoe het document werkt. Um, je kunt er natuurlijk voor kiezen om het bestand te downloaden uh, of een kopie te maken. Het is zoals gezegd via Google Sheets. Dus als je al ingelogd bent met je Google account kun je ook een kopie maken. Dat die naar je eigen Google omgeving gaat. Dat kun je gewoon via bestand kopie maken. En dan ja, komt die zoals gezegd bij Google. Heb je nou geen Google of wil je liever dit document niet online hebben staan. Klik dan op downloaden en vervolgens op Excel. Microsoft Excel. Dan download je het en dan komt het bestand gewoon op je computer te staan. Zoals gezegd, hier de link naar deze video zal ik hier nog invullen. En een beetje alles wat hieronder uitleg staat, dat uh, zal ik in deze video gaan behandelen. Een um, beetje screenshot telkens erbij, voor mocht je het ooit hem snel even terug willen zoeken. En ben je nog niet zo heel erg bekend met Google Sheets of Excel. Dan staat in ieder geval, uh, hoop ik dat hiermee alles duidelijk is. Zoals gezegd, het is de bedoeling eigenlijk dat je hiermee je hypotheek Betaling eigenlijk bijhoudt. Je kunt zien hoeveel je al hebt afgelost, hoe lang je nog te gaan hebt, wat de impact is van een extra aflossing. Het is allemaal gebaseerd op een annuïteithypotheek. Dat wil dus zeggen dat eigenlijk het maandbedrag telkens hetzelfde is gedurende de hele looptijd. Alleen dat het per maand het verschil tussen rente en aflossing telkens verandert. Als voorbeeld hebben we hier beneden een tabblad. 30 jaar staat die op. En ik kan hem misschien beter even iets inzoomen in dit geval. Um, en dan komen we dus bij deze uit. Um, het is gebaseerd op 30 jaar, omdat eigenlijk je hypotheekrenteaftrek ook voor 30 jaar maximaal is. Dus waarschijnlijk in de meeste gevallen zullen mensen een hypotheek afsluiten die een looptijd heeft van 30 jaar. Het kan wel bijvoorbeeld zijn dat je een rentevaste periode hebt van 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. Of misschien ook wel van 30 jaar, als dat interessant is. Dus uh, ja, er zijn eigenlijk twee verschillen tussen de looptijd en de rentevaste periode. Um, we gaan dus uit van die 30 jaar. En straks zal ik nog laten zien wanneer jouw looptijd anders is. Dan uh, geef ik dat nog een voorbeeld van. Wanneer we gaan beginnen, moet je eigenlijk hier rechtsboven een paar gegevens invullen. Uh, zoals gezegd, de looptijd. Alleen dan niet in jaren, maar in maanden. Nou, bij 30 jaar is dat 360, die heb ik dus al ingevuld. De rentevaste, of nee, moet ik anders zeggen. Niet de rentevaste periode, maar de rente bij aanvang van je. Hypotheek. en dat kan zijn dat die de gehele tijd vaststaat, of maar 10, 20 jaar. Uh, pak gewoon even mijn voorbeeld. Ik had 3,19% bij de hypotheek die ik op dit moment heb. Over een paar maanden heb ik een nieuwe hypotheek, maar daar gaan we later nog wel op in. Het hypotheekbedrag, dus dat is het bedrag wat je eigenlijk hebt geleend bij aanvang van de hypotheek. Dus niet uh, dit moment, misschien heb je al betalingen gedaan, loopt je hypotheek al een paar jaar. Dit is echt alles vanuit het beginmoment gedacht. Dus Mocht jij 30 jaar hypotheek hebben en je hebt er nu nog 22 te gaan. Vul dan gewoon alle gegevens in, alsof je nu die uh, hypotheek zou beginnen. Um, ja, dat werkt gewoon beter. En dat komt ook beter uit. Laat ik het zo zeggen. Dus in mijn geval was dat 145.244 euro geloof ik. En standaard staat de datum. Oh, je ziet wat dingen verspringen, omdat op basis van deze gegevens de tabel kan worden ingevuld. En de begindatum. Die staat op begin dit jaar. Ik zal hem even invullen toen ik begonnen ben. Want zoals gezegd, het kan nog zijn dat je hypotheek al een tijdje bezig is. Dan zul je zien dat vanaf dat moment eigenlijk alles bekend is. Laten we gewoon even beginnen met de kolommen door te lopen. In kolom B zien we de jaartallen staan. Dat is vaak ooit wat makkelijker om te zien hoe ver je al bent. In plaats van alles met maanden uit te rekenen, maar ook met maanden is het nog steeds zichtbaar. Dus op het moment dat je een jaar hebt gehad, zit je dus hier, en heb je bijvoorbeeld nog 349 maanden te gaan. De maand. Wil je het eventueel later terugzoeken, of bijvoorbeeld ben je al een tijdje bezig en heb je betalingen gedaan, extra aflossingen. Dan is het misschien makkelijk om op basis van deze data sneller te zoeken waar je iets in moet vullen. De rente. De rente, de eerste kolom pakt hij over van wat je hierboven hebt ingevuld. En vervolgens pakt hij telkens het getal of de rentepercentage van de regel daarboven. Mocht hij dat nou nog ooit aanpassen, dan kan dat. Dat ga ik straks dus uitleggen. Op de moment zie je dus, ja, de eerste maand staat je hele bedrag nog open, hetzelfde bedrag als daar dus. De annuïteit, dit is dus eigenlijk de formule die gebruik maakt van de uh, looptijd, het rentepercentage en het bedrag dat je geleend hebt. En van dat bedrag dat je elke maand betaalt, zit dit gedeelte, betaal je rente over het bedrag wat je geleend hebt. En 240 euro los ik ook echt af, waardoor je dus zult zien dat uh, eind van die maand, nadat die betaling is gedaan. Wordt dus, uh, het eindbedrag wordt bepaald door het beginbedrag, min die aflossing die je hebt gedaan, en eventuele extra aflossing zorgt ervoor dat ik die maand eindig met 145.000 en zeg maar 3 euro. En dat bedrag gebruik je weer voor de volgende rij. Uh, gaat die hier weer verder? Je We ziet hier rechts ook trouwens een, um, een grafiek, dat is een beetje inzichtelijk. Um, Dan kun je zien, de rode lijn, de bovenste, dat is het bedrag wat je betaalt elke maand. Dat is die 700, 627 euro in mijn geval. En het rode gedeelte is de aflossing, die wordt gedurende de looptijd steeds groter. En het blauwe gedeelte is de rente, die wordt, gedu die wordt gedurende de looptijd steeds kleiner, omdat natuurlijk het bedrag wat je leent, telkens kleiner wordt, omdat je, omdat je aflossingen doet bij elke maand. Het kan dus ook zijn dat je extra aflossingen doet. Um, stel dat ik wel. Na drie maanden denk van, oh, ik zou wel eens een keer 1000 euro willen extra aflossen. Nou, dan zie je hier al een kleine verspringing, eigenlijk, ja, verspringing plaatsvinden. In ieder geval een verandering. En dat zie je hier ook terugkomen, want door die extra aflossing wordt men, eigenlijk mijn schuld ook een stuk minder. En wordt dus ook het bedrag wat ik geleend heb minder, waardoor de annuïteit, oftewel de maandelijkse betaling, aanpast. Je ziet, die gaat nu 4 euro omlaag omdat ik minder dus geleend heb, betaal ik ook minder rente. Ook dat gaat met een euro of drie omlaag. En de aflossing ook omdat het bedrag dus aan, aangepast is. En zo kun je um, ja, hier invullen wanneer je extra betalingen doet. Dat kan ook bijvoorbeeld 500 euro zijn hoor. Dat maakt niet uit. Maar zo zie je telkens dat er van alles aangepast wordt. En als het bedrag maar groot genoeg is, dan zal het ook zichtbaar worden hier in, die, ja, in dit overzicht, in die grafiek. En zie je dus eigenlijk ook een beetje de impact. De impact zullen we ook zien wanneer we naar beneden scrollen. Want hij doet er nu nog steeds 30 jaar over. Alleen de bedragen zijn dus telkens anders geworden. Um, het, je zou denken als ik extra aflossing doe, dan zou het ook kunnen dat ik eerder dan 30 jaar ophoud. Ja, dat klopt. Um, maar dat ligt er een beetje aan hoeveel je aflost en hoe vaak je dat doet. Ik wil dus niet zeggen als je maar een paar keer extra aflost, dat dan ook de looptijd korter wordt. Alleen het bedrag dat je maandelijks betaald wordt, waarschijnlijk lager. Maar als je genoeg extra aflost, dan zal juist ook op een gegeven moment de looptijd minder worden. Omdat je dan bijvoorbeeld met je laatste extra aflossing ook het hele bedrag hebt afgelost. Onderaan zien we dan ook nog een, ja, een opsomming. Dit is het bedrag van alle rente die je hebt betaald gedurende de looptijd. Dus bijna 80.000 euro op het bedrag. Um, wat ik normaal geleend had als die 145, maar die is hier opgedeeld, omdat ik extra aflossing heb gedaan, dus een gedeelte van de aflossing zit in de berekening, in de maandelijkse aflossing, en een gedeelte, die 1500 die ik tot nu toe heb ingevuld, zit in de extra aflossing, maar samen deze opgeteld, vormt weer die 145,244 die we hier ook boven zien staan. Dus daarmee zie je eigenlijk een beetje, uh, ook een beetje een idee te geven, dus je leent eigenlijk, zeg maar 145.000 euro en gedurende 30 jaar, Betaal ik daar 80.000 euro rente op. En dat is het bedrag voordat je hypotheekrenteverrekening uh, kunt doen met je inkomen. Maar dat laten we even buiten de, uit de beschouwing. Zoals gezegd is dit dus een verbetering op de vorige versie. Op basis van feedback die ik van jullie heb ontvangen, heb ik hem dus weer doorontwikkeld. Een paar situaties waar jullie mee zaten die eerder niet mogelijk zijn, maar die nu wel mogelijk zijn, is dat je meerdere hypotheken hebt. Ook bijvoorbeeld een rentevaste periode of een andere looptijd. En eventueel ook wat extra aflossingen dat dan niet altijd het bedrag uitkomt. Dus laten we daar even gaan kijken naar deze situaties en hoe je dat aan kunt passen in deze sheet, zodat het wel bij jouw situatie past. Nou, laten we als eerste voorbeeld pakken dat je bijvoorbeeld meerdere hypotheken hebt. Je hebt er eentje, zoals in dit geval 30 jaar, maar je hebt er misschien ook eentje, um, misschien ook wel 30 jaar. Uh, in ieder geval, we hebben er twee. Dus laten we dit bedrag pakken, of uh, dit, uh, dit document pakken en onder op het tabblad, rechtermuisklap. Klikken we op dupliceren en dan wordt er eigenlijk een kopie gemaakt van het andere tabblad. Door dubbel te klikken hierop kun je hem ook nog aanpassen. Je kunt bijvoorbeeld hypotheek 2 noemen, maakt niet uit als je maar onderscheid erin ziet. En het zou zo kunnen zijn dat dit bijna hetzelfde is. Waarschijnlijk zal er iets anders zijn, dus misschien is het bedrag. Um, het kan bijvoorbeeld zijn dat je een hypotheek hebt oversloten als je verhuisd heb, bent en dat je dus meer geld hebt gehad. Dan komt je oude hypotheek in het ene gedeelte en misschien een extra bedrag in het andere gedeelte. Het um, kan ook misschien dat je een andere hebt afgesloten tegen een andere rente. Dus laten we gewoon even een voorbeeld pakken. Inmiddels zijn de rentes lager, zitten zo rond de 2%. En stel je hebt hier nog een keer uh, 200.000 euro geleend. En ook de datum is anders, 1.1.20. Oh, 1, Dan nou zul je dus zien dat dit op zich een ander beeld geeft dan, uh, dan die eerdere. Dat is ook logisch, want er zijn heel veel dingen anders. En hier vullen we ook weer even nul in. Je ziet het bedrag is anders. Op zich het verloop is wel een beetje hetzelfde. Maar zo zou je dus kunnen kijken dat wanneer je meerdere hypotheken hebt... Uh, het effect. Misschien, wat is het effect als je aflost op deze, met een lagere lage rente, maar wel een hoger bedrag? Of is het verstandiger om bijvoorbeeld hier extra af te lossen? En zo heb je overzicht tussen beide hypotheken. Stel nou dat deze hypotheek geen looptijd heeft van 30 jaar, maar van 20 jaar. Dan veranderen we het aantal maanden. 20 jaar is 240 maanden. En dan gaan we naar beneden, omdat, zoals gezegd, dit is gebaseerd op 30 jaar. Dus je zult zien dat vanaf deze periode, vanaf het 21ste jaar, ja, gaat die fouten genereren. Omdat je op dit moment bij deze, heb je eigenlijk alles afbetaald. Dus hierna, ja, je kunt geen formule maken wanneer je niks meer hebt als, uh, als hypotheekschuld. Wat je dat kunt doen, is dan ga je vanaf het 21ste jaar, klik hier links op de cel. Uh, in dit geval 247. Je scrolt naar beneden. En je klikt op de laatste, terwijl je Shift inhoudt, waardoor alle cellen, eigenlijk af alle regels geselecteerd worden. Rechtermuisknop, en dan kun je zeggen, rij je zoveel tot zoveel verwijderen. Dan moet je weer een beetje naar boven scrollen, omdat er wat rijen uit zijn. Maar op dit moment is het, gewoon, um, het overzicht weer compleet. Je hebt geen formules meer en je ziet dus in het twintigste jaar, je hebt nog de laatste maand te gaan, dan staat er dat bedrag nu open, dat betaal je ook af. En uiteindelijk eindig je dus na 20 jaar met 0 euro schuld en is je hypotheek afgelost. En zo heb je dus eentje, ik zal hem meteen hier aanpassen, kun je ook de tekst aanpassen, 20 jaar en je hebt een hypotheek van 30 jaar. En toch heb je bij beide het overzicht en kun je beide apart uh, invullen. Stel nou dat je deze 20 jaar hypotheek hebt, maar met 10 jaar lang uh, rentevaste periode. Dus na 10 jaar verandert die. En het blijkt in één keer minder gunstig te zijn. Dus je wilt hem niet heel lang vastzetten. En je zegt van oh, ik zet hem voor drie jaar lang vast. En tegen die tijd is de rente voor die, uh, voor die lening bijvoorbeeld 3%. Dan kun je dus in het tiende jaar, in die maand, vul je het, verander je het rentepercentage. En vanaf dat moment gaat hij dus ook op een ander moment rekenen. Je ziet trouwens dat de uh, annuïteit dan hoger wordt, omdat ja, je hebt wel iets minder geleend, maar wel tegen een hoger rentepercentage. En op basis van deze gegevens gaat hij vanaf dat moment, in die maand dus, rekenen met 3%. Zoals gezegd, misschien is dat het drie jaar vast. Dus vanaf het ja, dertiende jaar verandert het weer. En stel jij hebt dan in één keer 2,6%, vul je dat daarin. Vanaf dat moment neemt hij alles weer over. En kun je dus ook zo doen dat je verschillende rentes hebt. Dat gedurende de looptijd verandert je rente. Je hebt er niet altijd vast staan, dat kan bijvoorbeeld. En zo kun je toch, door telkens hier je rentepercentage aan te passen, um, ja, een actueel beeld krijgen en kloppen gewoon alle gegevens. En dan komen we eigenlijk bij het laatste punt. Een opmerking die ik ooit wel heb ontvangen is dat niet altijd het bedrag helemaal klopt. Uh, het bedrag wat bijvoorbeeld nog open staat, wanneer je extra aflossingen hebt gedaan. Want stel jij doet hier bijvoorbeeld uh, 1000 euro aflossing. Dan zegt deze berekening 87404,44. Maar bijvoorbeeld vanuit jouw hypotheekverstrekker krijg je in één keer 87405,01. Ongeveer 50 cent verschil. Op zich klopt het, in beide situaties klopt het. Um, het is alleen het moment waarop je die betaling doet. Uh, het gedurende die maand doe je een keer een extra afbetaling. Hè? Het gedurende ja, maart in dat jaar. Uh, maar er zit natuurlijk een verschil in, doe je dat eind maart of doe je dat begin maart? Want dan heb je weer een paar weken waarop je eigenlijk minder geld leent. Daar betaal je dus minder rente over en daardoor kan een verschil ontstaan. Uh, dus het is niet zo uitgebreid mogelijk om ook letterlijk de dag in te vullen waarop je die extra aflossing doet. Maar houd er rekening mee dat afhankelijk van wanneer je die aflossing doet, dus aan het begin of het einde van de maand, ook dat kleine verschillen heeft op het bedrag wat je leent en dus ook de rente die je betaalt. En dus ook eigenlijk de hypotheek die open blijft staan. Het zijn vaak niet hele grote verschillen. Maar ja, het kan wel tot kleine verschillen leiden. En dit is misschien een, ja, een paar euro niet eens per jaar. Waarschijnlijk op een langere periode. Maar houd er rekening mee dat er kleine verschillen kunnen ontstaan. Juist door dit soort situaties. Omdat het niet altijd zeker is op welk moment jij je extra aflossing hebt gedaan. En dan zijn we hiermee aan het einde van deze video. Ik hoop dat ik alles duidelijk uit heb gelegd. Dat ik alle situaties die eigenlijk het meeste voorkomen heb uitgelegd. En eigenlijk alles ook weer klopt in deze situatie. Misschien heb je nog um, een situatie waar je dus bijvoorbeeld dingen tegenkomt die nog niet te verwerken zijn in, uh, in deze sheet. Laat dan ook zeker weten via de, uh, via de reacties onder deze video of stuur me een e-mail. Reageer gewoon op de e-mail die je ontvangt met de bestand met die link. Reageer er gewoon op en ik probeer zo snel mogelijk antwoord erop te geven. Um, goede feedback en dat soort dingen zal ik ook zeker weer gaan verwerken in een update van deze sheets. Zodat we eigenlijk altijd. Ja, de meest actuele en de beste spreadsheet gewoon uh, beschikbaar hebben. Vond je dit nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien? Ik maak elke week twee video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder ergens op abonneren. Klik op het bel om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.